Vies. Dag beste kijkers, wij zijn Movies en we zijn hier met een nieuw concept. We gaan namelijk bespreken welke interessante films er dit weekend te zien zullen zijn. En dan weten jullie wat jullie moeten programmeren of moeten bekijken. Hè? Op goed, tv wel. Op tv inderdaad. Ja, just, wat is onze eerste film? Vrijdagavond, morgen 3 augustus, geven ze op Canvas, bij Cinema Canvas, om 10 uur Memento. De eerste grote film van Christopher Nolan. En wat mij betreft is dat een absolute aanrader. Ja, met Guy Pearce. Ook een van de eerste films. Toppen van die avond voor mij. Dus als Cinema Canvas is sowieso kwaliteitstempel. Dus ik zou die ook gewoon zeggen, oké, kijk gewoon een die. Ja, een drama slash thriller, denk ik. Niet voor iedereen. Opletten. Dus, ja, het is geen popcorn film. Wakker blijven, inderdaad. Ja. Ja. Okay. En ik wil nog even een eervolle vermelding doen voor Pride op Nederland 2 om 10:30, denk ik. Dat is een komedie, speelfilm, luchtig, maar plezant. Ja, ik heb hem nog nooit niet gezien of nog nooit niet van gehoord. Ik weet dat hij in de cinema is geweest destijds, maar spreek mij totaal niet aan. Maar kijk, toch kijken, jongens. Misschien opnemen als de digibox niet vol staat, zoals bij mij. En dan springen we ineens naar zaterdag. Ja. Traditioneel de iets gevuldere filmdag. Dan beginnen we eigenlijk met Spider-Man. De originele Spider-Man wel te verstaan. Met Tobey Maguire. Ja, dat is 2001. Die speelt zich op 1 zelf. Dus BFT, zoals mensen vroeger zeiden. Om 8:30. Ja. Dan hebben we op VTM het iets commerciële RIPD. Iets recenter. Met Jeff Bridges. Gevolgd door het geweldige The Shawshank Redemption. De beste film aller tijden volgens IMDb. En voor mij ook, persoonlijk. Die kunnen blijven zien, die film. Ah, wel, ik heb hem nog niet gezien, maar ik heb hem vorig jaar opgenomen. Nee. Dus ik kan hem nu niet opnemen. Maar ik heb hem staan, hè, tuurlijk. Ik zou die het liefst willen zien. Ja, voor de andere abnormale mensen zoals de Maarten, zeker zien. Dat is echt een absolute topfilm. Daar zit die 10 voor iedereen. Ja, prachtige film. En dan The Last Samurai op 4. Die speelt om 8:30. En ook een super top film met Tom Cruise. Die kan ook blijven zien, vind ik, die film. Prachtig in beeld gebracht. Prachtige muziek van Hans Zimmer. En een goede prestatie van Tom Cruise. Zeer goede film. Prachtig tijdsbeeld. Ook, is dat ook niet gebeurd? Nee, denk dat niet. Nee. Ongeveer misschien. Bon. Ja. Bon, voor de actieliefhebbers hebben we nog Sabotage op Q2 met Arnold Schwarzenegger. Ja, de typische Schwarzenegger-film. Valt weinig over te zeggen natuurlijk. En dan nog een klassieker op Cas, dat toch wel bekend staat op zijn klassieker. Clear and Present Danger. Ja, met Harrison Ford. Willem Dafoe. Kalert in het hele Jack Ryan gebeuren, waar ondertussen wel al meer films gaan zijn. Tom Clancy geweest. Zo James Bond-achtig zo, hè? Dus inderdaad, spionage, dus... Ja. Plezier gegarandeerd. Nee, oké. Dus dat ook het zo wat zijn. Ja, om het weekend af te sluiten, hebben we nog Octopussy. Een James Bond installment op Cas. Zondag om 8:40. En voor de Vlaamse fans hebben we op 1 nog Beuwer. Film met Koen de Bouw was veel om te doen een paar jaar geleden. Speelt zich af in Ierland. Zeer mooie scènes. Dus ja, aanraden gewoon zondagavond. Ah, neemt hij maar ineens op, dan heb je hem nog niet gezien. Ik ook niet, maar ik kon dat ook niet zien. En ik duw ineens hier op record. Hopsa. Ja, sowieso een conflict. Nee, toch niet. Alright, en dat was het filmweekend in een notendop. Voor mensen die veel tijd hebben. Vinden jullie het concept leuk? Laat zeker iets weten. Yes. En genieten van het weekend, zou ik zeggen, man. Ja, voilà, het gaat weer goed weer zijn. Alright, toedels. Ja, salut. Moe.